De reden waarom Isco niet naar Union Berlin is gegaan, slaat eigenlijk nergens op. Volgens meerdere bronnen in Duitsland is bekend geworden hoe de transfer van Isco niet is doorgegaan. In Spanje worden salarissen namelijk netto op een contract gezet. Dus als Isco bijvoorbeeld 5 miljoen euro zou verdienen, dan zou hij ook 5 miljoen euro krijgen uitbetaald. Maar in Duitsland worden salarissen bruto op een contract gezet. Net zoals ook in Nederland. En Isco die contract kreeg en dus bijvoorbeeld 5 miljoen euro op zijn contract had staan, zou dan uiteindelijk na aftrek van belasting nog 3 tot 2,5 miljoen euro overhouden. Isco zou dat aan het begin niet weten en voor Union Berlin was het te duur om het salaris om te zetten naar een netto salaris. Het is eigenlijk best wel triest dat een voetballer als Isco, die al miljoenen heeft verdiend, niet genoegen kan nemen met een iets lager salaris. En dat terwijl Union Berlin meestrijdt voor de titel in de Bundesliga. Zo zie je maar weer dat alles draait om geld, want...